Ja, goedemiddag. Hier aan de desk heb ik Brigitte Snijder, professor Corporate Compliance en Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tevens verbonden aan de Brouw. Welkom. Ik heb begrepen dat de Europese regelgeving nogal gaat wijzigen. Een nieuwe regelgeving is vastgesteld op het gebied van anti-money laundering. Kun je misschien vertellen wat de belangrijkste wijzigingen zijn? Ja, dat klopt. Die Europese wetgeving 2027, dan gaat het gebeuren. Dat klinkt nog heel ver weg, maar dat is het zomaar. En een van de belangrijkste doelen is om te uniformeren. En misschien goed om even de twee belangrijkste wijzigingen voor de praktijk. De eerste is toch wel dat de UBO-grens verlaagd wordt naar 25%. Wat wil dat zeggen? Je bent nu een ultimate beneficiary owner van een rechtspersoon als je een belang houdt van meer dan 25%. En dat wordt verlaagd naar exact 25%. En daarmee gaat de Europese wetgever eigenlijk meer op de lijn liggen van de Financial Action Task Force. Dat is de wereldwijde grens op dit gebied. Dus we gaan meer uniformeren, niet alleen binnen Europa, maar juist ook ten opzichte van buiten Europa. Dat is de eerste belangrijke wijziging. En de tweede die eigenlijk goed is om nu al rekening mee te houden, is dat de FIU, de Financial Intelligence Unit, de bevoegdheid krijgt om transacties op te schorten. Dat wil zeggen dat als er een verdachte transacties, als een ongebruikelijke transactie is gemeld en men denkt, daar gaat een transport bij een notaris plaatsvinden, kan zeggen, je mag die akte niet passeren. En dat is natuurlijk ook voor de praktijk wel een hele belangrijke, want hoe ga je dat nu doen, hè? Want als je dat overkomt als notaris, als accountant, als belastingadviseur, dan mag je dus niet verder met je zaak, maar je mag het niet tegen de cliënt zeggen. Dus wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen, ik neem mijn telefoon maar even een paar dagen niet op. Hoe gaat het nou eens werken? Dus het is wel heel erg van belang dat we nu al met de beroepsorganisaties, met de toezichthouders, eigenlijk gaan bedenken van hoe gaan we daar nu mee om? En er zijn lidstaten die hier al ervaring mee hebben. Mm-hmm. Dus het is ook goed om daar te buurten. Om eens te kijken van hoe werkt dat nou in de praktijk? En lopen jullie tegen bepaalde problemen op, zodat we niet zelf het wiel opnieuw uit hoeven vinden? Wordt daar in Brussel niet over nagedacht? Zeggen ze van we bedenken een regel en zoek het maar uit? Of wordt daar toch ook al discussie over gevoerd? Nou, ik zit niet aan tafel in Brussel, maar ik ben er wel van overtuigd dat daar discussies gevoerd worden en dat daar wel overwogen beslissingen worden genomen. Hoe die altijd uitwerken in de praktijk, zoals die bedacht zijn, dat is de vraag. Ik denk ook dat het altijd zo is met regelgeving. Dat als je in de praktijk ermee werkt, dan doen we er altijd problemen op die je aan de tekentafel niet hebt bedacht. Dus het is ook altijd wel makkelijk om een ander de schuld te geven als iets niet werkt. Dat is ook niets menselijks, is ons vreemd, zullen we maar zeggen. Maar wetgeving is natuurlijk ook een proces wat elke keer ook weer aanpassing behoeft. Dus wetgeving maak je misschien ook niet voor 2 of voor 3 jaar, maar voor 10 jaar. En tegelijkertijd moeten we ons natuurlijk wel realiseren dat elke kleine wijziging in wetgeving wel enorme consequenties heeft voor de praktijk. Zo'n verlaging van zo'n UBO-grens van meer dan 25% naar 25%. Bedenk even dat de banken met zoveel cliënten die dat allemaal even moeten aanpassen, dat doe je niet even. Dus daar zal ook, denk ik, zou het nuttig zijn om daar toch een bepaalde overgangstermijn voor te geven. Bijvoorbeeld in de periodic review, om het dan mee te nemen, om het dan mee te updaten. Want je kunt niet zeggen, deze wet gaat op 1 juli 2027 in werking. En dan verwachten wij dat iedereen op 2 juli 2027 compliant is. Nee. Zo werkt het niet. Nee. Dus ik denk dat we daar moeten we kijken, waar lopen we tegenaan? En hoe kunnen we dat op een mooie glijdende schaal introduceren? Is het doel vooral uniformering of gaat ons dit ook beter helpen in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering? Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook een ingewikkelde vraag. Kijk, ik denk dat dat wetgeving die zich aanpast aan de tijd, zal dus ook altijd een betere functie vervullen. Dus je moet ook altijd kijken naar wetgeving. Wat past nog? Past het nog in die tijdsgewricht? Zijn er nieuwe vormen van
witwassen, terrorismefinanciering, die eigenlijk nog niet gecoverd zijn in de wet. En moeten we daar wat op aanpassen? Dus zo blijft dat natuurlijk altijd in beweging. En daar moet je dus ook een hele goede balans in zien te vinden, om niet elke keer weer de praktijk elk jaar, twee jaar op te zadelen met nieuwe regels. Want daar worden mensen ook niet heel erg vrolijk van. En tegelijkertijd moet je oog hebben voor ontwikkelingen in de markt. En daarop inspelen. Ja, want dit is uniformering binnen Europa. Volgens mij ben je ook een warm pleitbezorger van uniformering wereldwijd. Maar ja, dat vergt nog weer nieuwe regels. En nog meer afstemming waarschijnlijk van wat betekent dat voor de wereld, zeg maar. En hoeveel tijd neemt dat om de handen op elkaar te krijgen? Ja, dat is waar. Ik denk inderdaad, als je witwassen is geen Nederlands probleem, het is geen Europees probleem, maar het is een wereldprobleem. Ja. Dus we moeten ook niet denken dat als we het in Europa goed geregeld hebben, dat we er dan wel zijn met z'n allen. Maar als je echt kijkt, dan moet je hier wereldwijd naar kijken. Tegelijkertijd ook oog hebben voor al die diversiteit in die landen. En ook elk land heeft ook zijn eigen risicogebied op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Maar ik denk wel dat dat de basis zou moeten zijn. Het wereldwijde aspect. Want bedrijven opereren ook wereldwijd. En bedrijven willen ook graag zoveel mogelijk uniform takenpakket hebben. En zoveel mogelijk uniform beleid hebben. En vanuit dat oogpunt is ook het maatschappelijk verkeer gebaat bij uniformiteit. Ja, en een belangrijk aspect daarin zijn de UBO's. Ik vernam zowaar dat jij een boekje hebt geschreven of gaat schrijven, binnenkort uitgebracht, 100 UBO's. Kun je daar iets over vertellen? Wat worden we daar, wat voor een interessante bespiegelingen schets je daarin? Ja, ik durf het niet te zeggen dat het boekje er komt, want het is bijna klaar. Ah. Het heeft inderdaad de prachtige titel 100 UBO's met de ondertitel Vind de UBO. Waar is dat idee uit ontstaan? De UBO-analyse, het klinkt heel simpel. Meer dan 25% van de aandelen, stemrecht, economisch belang of feitelijke zeggenschap. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar in de praktijk lopen we tegen heel veel problemen aan. En als je het dan hebt ook over het UBO-register, waarbij we moeten terugmelden als er discrepanties zijn. Wat we natuurlijk moeten voorkomen is dat iedereen daar zijn eigen interpretatie aan geeft. Nou, wat ik geprobeerd heb in dat boekje, dat is eigenlijk om de 100 meest voorkomende situaties, op de linkerpagina het organogram, en de rechterpagina is de uitleg wie is UBO, en daar ook in opgenomen, en hoe wordt dat dan in het UBO-register geregistreerd. En ik denk dat dat voor de praktijk heel nuttig kan zijn. En het mooiste zou natuurlijk zijn als we daar een wereldwijd boekje van zouden kunnen maken, dat er alle landen ter wereld zou worden ondersteund en dat we op een uniforme manier kunnen uitleggen. Maar goed, ik ben ook realist, dus laten we maar klein beginnen. Maar ik denk ook dat we dat zou helpen om ook met elkaar in gesprek te gaan en elkaar vast te stellen. En hoe zien we dan die analyse? Zodat we in vergelijkbare gevallen tot dezelfde uitkomst zouden komen. Nou, alleen al het feit dat waar het simpel lijkt, wie is de UBO, dat er 100 pagina's nodig zijn om verschillen toe te lichten. Dat is al interessant om alleen daarom al boekjes te gaan lezen. Misschien nog een laatste hartekreet of wens voor komend jaar op het gebied van compliance? Nou ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dagen zoals deze over risk en compliance, dat we met elkaar in gesprek gaan, dat heel belangrijk is. Mensen met elkaar in verbinding brengen uit de diverse beroepstakken. Dus ook vanuit wetgever, vanuit toezichthouder, vanuit mensen in het veld. De banken, de makelaars, de advocaten en dergelijke. Dus iedereen met elkaar in gesprek gaan. En ook om ervaringen uit te wisselen, visies uit te wisselen. Het OM, dus, nou ja, hoe langer we erover nadenken, hoe meer actoren we kunnen noemen. En ook vooral wat ik heel belangrijk vind, is inderdaad om kennis uit te wisselen. Er gebeurt heel veel op dit gebied. Er wordt heel veel onderzoek gedaan. Er worden heel veel prachtige rapporten geschreven. Er wordt heel veel gepubliceerd. En dat we echt kennis nemen van elkaars onderzoeken, visies. En dan wordt de wereld alleen maar mooier. Nou, dat zijn mooie slotwoorden. Dankjewel, Birgit.